Yo mensen, leuk dat jullie kijken weer bij deze nieuwe video. Allereerst wil ik even vermelden, op dit moment heb ik weer een pakketje binnengekregen en dat is fanmail. En ik dacht van weet je wat, ik ga dat gewoon met jullie delen, want ik had dit pakketje net binnengekregen en ik dacht van ja, diegene die het verstuurd heeft, die verdient wel gewoon de credits. En dus we gaan even kijken wat erin is, ik ben benieuwd, ik denk dat er vuurwerk of zo in zit, kan altijd. Ik zet even de camera op statief, dan kan ik even beter praten met jullie. Zoals ik dus even aan jullie wil uitleggen is dat wij op dit moment net terug zijn uit Polen. Dat gaan jullie allemaal zien in de video's. We hebben een hele hoop video's opgenomen in Polen. Allemaal losse video's, vlogs. Ik kan jullie vertellen dat het in totaal 4 vlogs zijn geworden. Want we zijn er ook 4 dagen geweest. De bedoeling was dat we er langer bleven. Maar er is dan een en ander gebeurd waardoor we er ja, eerder weg moesten. Desalniettemin hebben we niet gewoon te weinig video's opgenomen of zo. We hebben echt genoeg opgenomen wat we wilden opnemen. Gelukkig maar. Maar daardoor uploaden wij op dit moment niet iedere zondag om 12 uur. Dat komt omdat het nu zomerperiode is. Ik ben zelf net terug van vakantie. Ik ga nog waarschijnlijk op vakantie, dat weet ik nog niet. En ik ben nu elke dag bezig met de vlogs maken, losse video's in elkaar zetten. En ja, het kost gewoon te veel moeite om op dit moment ook daarnaast nog een wekelijkse video online te gooien. Ik weet sowieso dat er wel video's komen, dus volgende week zondag zal er best wel weer een nieuwe video komen om 12 uur. Dat is dan maar de vraag, maar ik bedoel, het is niet meer dat het sowieso zeker is. Maar ik weet wel dat er nog een video komt over de regelgeving in België. Daar zijn we laatst ook geweest, in Baarle. Dus we zijn alleen maar bezig bijna iedere dag. Dat is onze vakantie, maar zo is het nou eenmaal als je gewoon video's maakt op YouTube. Ja, wanneer gaan we weer uploaden? Dat is sowieso halverwege augustus ergens. Als jullie ons volgen op Instagram, op @pyroteamdelft, dan kunnen jullie al die info blijven volgen. Snapchat pyroteamdelft, Twitter pyroteamdelft. Daar gaan we sowieso mee naar buiten komen wanneer precies we weer gaan uploaden. Echt volgens een strak schema. Voor nu is het sowieso niet zo dat wij nu niet meer gaan uploaden. Maar het kan zijn dat er bijvoorbeeld volgende week zondag geen video is. Maar het kan net zo goed zijn dat er wel iedere week gewoon een video is. Maar in ieder geval om het eventjes te verteld hebben dat jullie niet op zondag gaan denken, wat fuck is die overleden of zo, weet je? Maar in ieder geval, wat ik dus wilde zeggen, halverwege augustus gaan we weer wekelijks uploaden. En waarschijnlijk zelfs 2 keer per week. En dat zijn niet zomaar video's van oké, we gaan even een potje afsteken of zo. Nee, dat zijn gewoon echt gewoon sessies, stooksessies, trips. En wat dan ook, we hebben superveel opgenomen de laatste tijd. Maar ja, die video's moeten ook bewerkt worden. En ja, er gaat superveel tijd in zitten natuurlijk. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig. En ja, vanaf het vuurwerkseizoen zijn we gewoon waarschijnlijk 2 of zelfs 3 keer per week. Zijn we gewoon met een strak uploadschema en dan houden we ja, gewoon aan. Want we hebben nu best wel veel video's opgenomen daarvoor. En ja, nu is dat gewoon eventjes lastig. Iedereen is ook op vakantie en zo. Ik heb wel een aantal video's die ik nu zou kunnen gooien, maar dat vind ik best wel zonde, omdat heel veel mensen ook op vakantie zijn en jullie zijn al met z'n allen op vakantie en op het strand en zo. Ja, dan kijken er niet genoeg mensen, terwijl ik die video's echt fucking hard vind gewoon. Maar in ieder geval, mijn zegje gedaan te hebben, we gaan beginnen met deze unboxing. Ik heb niet zo lang geleden een pakketje binnengekregen. Ik weet al van wie die is, want ik had al een bericht gekregen ja, via social media van wie die is. Degene van wie die is, weet hij ook. Dit is een unboxing. En ik ga hem even openmaken, want ik ben benieuwd wat erin zit. Ik weet niet wat er precies in zit, maar ik ben wel super benieuwd. Want ik kreeg al een aantal berichten van diegene. Ga je er wel een video van maken, inderdaad. Dus hij zit goed verpakt. Holy shit, wat zie ik hier nou weer zitten? Moet ik kijken. Man. In ieder geval een PS5'je dat erin zit. Even kijken, want ik heb er moet natuurlijk ook wel wat in zitten van een eikel hier zo. What the fuck, fucking random. Er staat in, yo PTD, hier een leuk stookpakketje. Het is niet veel, maar wel leuk. Ook heb ik een cobra erbij gedaan. Ik kan niet goed lezen, de handschrift. Mijn handschrift is ook super slecht hoor. Met vriendelijke groet, Mr. Pyro 070. Veel plezier met de Ice Age plaatjes. Oh, oh. Sorry, ik laat nu al weer een brief vallen. Joh. Deze dus van Mr. Pyro 070. Ga die jongen allemaal vervolgen op social media en zo. Is wel de moeite waard. Sowieso een vaste kijker van ons, dat weet ik. Dus, thanks man. We gaan even verder kijken wat hij erin heeft gedaan. Oh, dit bedoelde die. Cobra. Oh, deze bedoelde die. Cobra 172V. Thanks man. We gaan verder. Nog zo'n plaatje van een eikel.
ga die zo meteen eventjes op iemands hoofd plakken. Hier een Ugly Joe. Ja, dat is een verzamelitem. Ik ga er binnenkort meer over vertellen, mensen. Maar deze gaan er dus uit in België. Of die zijn er eigenlijk al uit op het moment dat jullie deze video zien. Een pakje stringcrackers van Original. Ik weet niet precies wat het is. Ik ben even benieuwd. Dus ik ga hem even uit. Oh, dat zijn van die kleintjes met die. Oh, met die sterretjes erop. Ja, ook wel geinig. Om eventjes mee te kloten, natuurlijk. Oh, ik gooi alles eruit. Weer Ugly Joe's. Viscolont, een stuk. Altijd leuk voor projecten rond oud en nieuw, natuurlijk. Een paar strijkers, ook uit België. Ja, die jongen is naar België geweest, dat is wel duidelijk. M10.000, volgens mij. Ik ben echt slecht met namen trouwens, mensen, maar voor mij is dat M10.000. Vaak gehad. Oh ja, hier zelfs nog een strijkmatje. Dus we hebben geen aansteker nodig. We vergeten altijd aanstekers wanneer we gaan stoken. Dus FP3. Met een Bermuda erin, volgens mij. Ja, een klein Bermudaatje die er aan vast zit geplakt. Oh, die valt wel eraf. Shit, hij is afgegaan mensen. FP3, een heel pakje. What the fuck, man. Dat is wel echt dik, gek. Van de Original natuurlijk. Alsof we nog niet genoeg hadden. Dus sowieso SO naar Mr. Pyro 070. Ga die jongen even allemaal volgen op Instagram en op YouTube. Voor mij heet hij op YouTube Pyro Crew Den Haag. Kunnen jullie allemaal even volgen. En ja, thanks voor dit pakket. Jullie hebben in ieder geval allemaal de informatie gehoord over wat ik wilde vertellen aan jullie over ons uploadschema. Het is nu hartje zomer. Halverwege in juli. We zijn ongeveer een maandje nog een beetje aan het kwakkelen. Misschien hebben we iedere week een video, zoals ik net al vertelde. Maar het kan ook zo zijn dat we een zondag overslaan. Omdat we gewoon die video willen opschuiven misschien. Of wat willen verschuiven. Of misschien op vakantie zijn. Fucking veel video's uit Polen komen er aan, mensen. Met fucking politie, collecties. Honderden euro's die we, misschien wel duizenden euro's die we uitgegeven daar zo. In ieder geval, er komen een aantal hoop vlogs aan. En daar zijn we op dit moment heel erg druk mee bezig. In de vakantie. Dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. En volgende week zondag zal er waarschijnlijk wel een video komen. Zo niet, ja, dan weten jullie het. En ik zie jullie dan weer terug volgende week bij een volgende video.